Jij bent van Feyenoord overgestapt naar je vorige club FC Utrecht. Hoe bevalt het? Heel goed, eigenlijk. Ja. Ik kan wekelijks spelen. Ik ben nu geschorst toevallig, dus ik speel nu niet. Maar ik kan over het algemeen wekelijks spelen. Op mijn leeftijd, ik ben al wat ouder, 33 inmiddels, bijna 34. Is dat toch wel fijn dat je nog wekelijks kunt spelen en daar ook de kans voor krijgt. Dat was mijn voornaamste beweegreden. En daar ben ik heel blij mee. En buiten dat is het een heel leuk team. Een hele leuke groep gasten met wie ik leuk omga. En het voetbalplezier is nog niet verdwenen in ieder geval, dus dat is fijn. FC Utrecht is de eerste club waar je nu voor de tweede keer terecht bent gekomen. Hoe groot acht je de kans dat je ooit nog het shirt van ADO gaat dragen? Je weet nooit wat het leven brengt, wat het voetballeven brengt al helemaal niet, denk ik. Ik vind het vooral heel fijn dat ik gewoon kan blijven wonen waar ik woon. En dat kan bij een club als Utrecht, kan ook bij een club als ADO Den Haag natuurlijk. Dus, voorlopig ben ik hier en ben ik al wat ouder. Dus ik denk niet dat we daar dat je daar iets met zekerheid over kan zeggen. Maar je sluit het niet uit? Nee, ja, wat ik zeg, het voetballeven is gek. En misschien hebben ze me ooit nodig en heb ik geen club. Dus ja, dan zou dat zeker een mogelijkheid zijn. Ja. Maar goed, dat is denk ik heel ver op de zaken vooruitlopen. Je kent de huidige trainer? Ja. Doet het goed trouwens. Het is weer een beetje op de rit. Helpt dat nog een beetje? Voor mij bedoel je? Voor je gevoel bij de club? Nee. Ik draag ADO ook een heel warm hart. Daar heb ik ook hele mooie jaren gehad. Maar welke trainer daar dan nu momenteel zit, dat draagt niet bij aan dat gevoel per se.